een boel vinkt, met een boel zingt. En ik ken ze allemaal van de nieuwste tot de liste. Houd maar een nest gegooid, de wagen laten testen. Allemaal roepen ze slongs gezette binnen. Meisjesvak? Kindervak? Papa's en mama's? Het was een beetje leuk. Nou, dit was dus het jongensvak. Abonneer! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Nou, ik ben op weg naar België. En wat er in België gaat gebeuren, ik neem jullie natuurlijk weer mee. Blijf lekker zitten kijken. Tot zometeen. Okay. Wat een ellende, wat een ellende. Ik sta natuurlijk weer diep in de file, zoals gewoonlijk. Ja, het is toch 2 uur rijden, ja. Ik had echt niet in slaap moeten vallen. Ik denk, ik doe even een powernapje van 20 minuten. Nou ja, dat had ik dus nooit moeten doen. Ik heb ongeveer 2,5 uur over gedaan. Nou ja, het was een lange rit, maar zonder het ging echt vlekkeloos. Had ik niet verwacht. En ik ben zojuist bijna bij het hotel. Het is wel druk nu in Antwerpen, dus ik ben echt net op tijd. Want de spits begint hier. Dus nou, ik ga kijken hoe het hotel is. Ik ben heel erg benieuwd. Dus blijf lekker zitten kijken. Tot zometeen. Ik ben zojuist gearriveerd in België. Nou, morgen gaan we naar de studio's en hebben we opnames voor een heel spannend nieuw programma. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Naar de kamer, dus ik neem je natuurlijk mee. Nou, ik zet mijn kamer op de 7e etage en ik heb best wel een mooie kamer, al vind ik zelf. Het is een kamer met mooi uitzicht en ja, ik mag niet klagen. 2-persoonsbed, een bad, nou, dat gaan we zeker gebruik van maken. En ja, zometeen ga ik even lekker zwemmen, want daar heb ik wel zin in. En daarna ga ik lekker vlog editen, voor jullie speciaal natuurlijk. En ja, in de kamer gearriveerd, 710. Dit is de kamer. Nou, een mooi bad. Ik heb mijn spulletjes al geïnstalleerd, daar ben ik altijd wel van. Mijn dingetjes ook al opgehangen, alles netjes, koffertje open. Ik hou wel van een beetje geordend, ben ik zelf ook, anders ga ik het overzicht kwijt. Nou, en dan zag ik hier een mooi bed trouwens, 2 persoons, kan niet klagen. En een super mooi uitzicht over de prachtige stad Antwerpen. Ik ben nu in de spare area, dat is alleen voor de hotelgasten. Ik zit trouwens in het Crown Plaza in België en ze hebben hier zelfs een leuke gym, ja. Ja, echt onwijs mooie maskers. Even kijken. Oh, en hier is het zwem area. Echt super gaaf. Ik weet niet of ik erin kan. Oh, ik moet eerst naar de kleedkamer. Ik ben in de spa area en de spa area is hier heel mooi in het hotel. Je hebt echt een onwijs gaaf zwembad en er is natuurlijk de gym waar ik zeker gebruik van ga maken. Nou, morgen hebben we opnames en kijk hier, het is ook, ziet er ook super mooi uit. Nou, en hier achter is het zwembad. Nou, volgens mij is het best een mooi zwembad. Is het lekker warm, jongens? Lekker warm, zeker. Nou, neem mijn bommetjes uit, zeggen. Nou, we hebben er niet. Ik heb gewoon heel veel plezier mee. Ik ga zo ook een duik nemen, want het is nogal warm, want ik heb mijn jas nog aan. Nou, blijf lekker zitten kijken. Goedemorgen. Nou, het is er juist, even kijken, 8:30. We zijn op weg naar het ontbijt. Nou, ik heb lekker geslapen. Oh, de lift is er al. Welke verdieping is het ontbijt? Nul. Jace is er ook, die zegt even hoi. Hallo. Jace heeft al ontbeten. Ja. Even kijken. We gaan naar nul, toch? Ik hoop het. Of is het, ik denk dat deze kapot is. Ja. Nou, daar weet ik niet in. Als er maar wel een andere komt. Oh, hebben wij weer. Het is mijn ontbijtje. Ik heb gekozen voor scrambled eggs met een heerlijke notenmelange met kwark volgens mij en verse jus en een cappuccino. Nou, nu moeten we opschieten, want ik heb nog maar even kijken. Een kwartier. Op weg naar de studio's. Yay! Nou, lekker wel beter. Ik heb hier ontzettend dikke buis. Ja, nee, in België. En wat valt jullie nou echt op? Nou, mij valt op van, nou, ik vind de huisjes echt heel anders. De stijl, hè? Qua bouwen en zo. Nou, we zijn bijna in de studio's.
Echt heel apart hoor. Hoe je naar studio's rijdt in België, maar goed. We zijn zojuist gearriveerd bij de AID-studio's. Nou, dit is echt niks vergeleken met de studio's in Nederland. Dus je staat hier echt naast een complex. Dat is echt, ik zal het even aan het rijmen. Echt een complete fabriek gewoon. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe groot dit hier is. Volgens mij is het echt wel groot, hè? Ja, we hebben iets van 25 studio's of zo. Ja. Hier hebben ze gewoon alles echt in één, denk ik. Een soort Ahoy of zo. Ja, zoiets. Echt heel groot. Nou, volgens mij zijn we bij de ingang. Of niet? Ja, er zijn zoveel studio's. Ja, we zijn hier maar naar binnen, hè? Dome. Ja, ja, ja. Ik zie een bordje. Ja, volgens mij wel, ik zie een bordje van de band. En dat is het. Links, oh, we moeten hier er doorheen, ja. Ja. Links, oh, studio. Oh, of hier. Komt hier in het vak van de opnames, maar ik weet niet of ik mag filmen, dus ik doe het even heel snel. Maar als ik mag filmen, dan kom ik zo meteen wel bij jullie terug. Slonsie, en Slonsie is het jurylid, of niet? Ja. Ja? Ja. En Slonsie, wat doe jij eigenlijk in België? Wel, ik ben in België, denk ik, een rapper. Oh, een rapper. Ja, en, een rapper. Wat voor muziek maak je dan? Laat ze wat van je horen. Of, ik zal iets over de jongens zingen. Ja. Er zijn een boel vinkten, min een boel zingt. En ik ken ze allemaal van de nieuwste tot de liste. Hop, man, dan is je gewoon de wagen laten pisten. Allemaal roepen ze Slons, je zit de beste. Zo, dat is echt een goeie, of niet? Dankjewel, Slonske. Alsjeblieft. Nou, en, we gaan natuurlijk vol spanning kijken naar de show. Ja, ik mag je jongens keuren, hoe leuk is dat? Ja, dat dacht ik ook, dat vind ik ook. Echt, top job, I love my job. Ja, we hebben er zin in. Echt waar. Nu nog even van het zonnetje genieten. Ja, even kleurpakken. Ja. Ja. In de studio's voor ontzettend leuke opnames, hè? Ja, echt superleuk! En we hebben er heel veel zin in. En tot zo! Ik ging dus net lopen en wat gebeurt er? Serieus, ik struikel dus over dit kutgat. Ja. Echt waar? Ik zo met camera, dalalala, bam! Echt keihard. Nou ja, gelukkig is de camera nog heel. Maar goed. Het was een beetje leuk. Ja. Nou, dit was dus het jongensvak. Meisjesvak. Kinderenvak. Papa's en de mama's. Ik zou echt poten. Couscous, quinoa, aardappelpuree met gamba's en granalen. Lekker met uitjes. Vandaag toch? Ja. Erg gezellig. Nou, nu gaan we naar het hotel en dan gaan we nog even gauw zwemmen. Want we hebben nog eventjes, hè, tot 11 uur. 11 uur, ja. Ja. Nou, dus kom op naar het hotel. Yes! Het zwembad en we hebben nog wijs leuke poolparty. Ik moet even zeggen. Oké. Superleuk! Ja? Ja, wel echt wel. Echt fucking nou? Ja? En wat vonden jullie het allerstomst? Het lange wachten. Ja. Het lange wachten. En waren er nog stomme mensen of viel het allemaal wel mee? Het viel allemaal wel mee. Eén commentaar. Eén commentaar. Oké. En zijn jullie ook nog van plan om te gaan stappen? Nee. Nee? Nou, we kunnen nog steeds gewoon een fles drank halen. Gewoon ja, hiernaast is een benzinestation, hebben wij ook gedaan. Ja, maar we zijn net geweest, maar ik heb geen fles drank halen. Niet? Ja, het was super leuk, man. Ik heb ervan genoten en ja, het is gewoon lekker gezellig met iedereen hier. Vooral nog nu bij het zwembad. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, en wat doe je verder in het dagelijks leven? Het dagelijks leven ga ik gewoon als superspecialist niveau 3. En daarnaast doe ik nog aquarellen en modellen werk. Ah, leuk. Dat is eigenlijk mijn leven. Nou, show jullie moves eens even, hey, al dat ding. Oké, nu jij. Tot de volgende keer weer. Doei! Vergeet niet de blauwe duimpje op te doen.